en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik zit er vandaag een beetje anders bij, zoals je ziet. Ik heb hier een tafel voor me. Of nou ja, om heel eerlijk te zijn is het een kast, maar het lijkt op een tafel dus. In ieder geval, ik heb hier dus een tafel omdat ik vandaag iets ga unboxen. En het is niet zomaar iets, het is iets wat ik echt heel erg leuk vind en waar ik heel excited voor ben. En daarom wilde ik er ook graag een video van maken. In deze doos zit namelijk mijn nieuwe iPhone 11 Pro. Als je zin hebt in deze video, doe alvast even een duimpje omhoog. En klik daarna gelijk even op de abonneerknop, zodat je nooit meer wat mist. En ja, ik kan het allemaal wel heel lang gaan houden, maar ik ga gewoon deze doos openmaken. Zo, nou, als het goed is. Oeh, moet je eens even kijken, daar zit hij. Oh, hij zit echt heel stevig vast. Dat is maar goed ook, anders vliegt hij natuurlijk alle kanten op, terwijl hij verzonnen wordt. Kijk! Oh my god. Hij is er. Ik heb hem besteld op de normale Apple website en het duurde een weekje volgens mij. Ik wilde hem eigenlijk al veel eerder bestellen, alleen toen was de wachttijd echt nog een maand. Dus ja, dat maakte ook niet veel uit. In ieder geval, ik heb hem. En het is dus de iPhone 11 Pro. Ik heb hem in het goud. En ja, nu komt dat heerlijke moment waar ik alle plasticjes eraf ga halen. Wat altijd echt super satisfying is. Dus ja, oké, laten we dat gaan doen. Ik hoop trouwens dat mijn haar goed zit, want de camera staat nu best wel ver. Dus ik kan mezelf niet goed zien in het schermpje. Maar goed, maakt niet uit. Here we go. Oeh. Oh, kijk. Het valt er zo helemaal mooi af. Ik ben trouwens tussendoor wel benieuwd wat voor telefoon jij gebruikt. Heb je ook een iPhone of gebruik je een Android-telefoon? En welk toestel heb je dan? Laat het even weten, want ik ben heel erg benieuwd wat jullie allemaal gebruiken. Ik heb eigenlijk alleen maar iPhones gehad. En nou ja, daarvoor had ik ook een telefoon. Toen waren er nog geen smartphones. Ik voel me zo oud. Maar ja, toen had je dus van die uitklapbare telefoontjes en van die uitschuifmobieltjes. Nou, helemaal leuk. Maar mijn eerste smartphone was dus een iPhone, een iPhone 4. En nu ben ik al bij de iPhone 11. Jeetje. Voel me nu nog ouder, maar goed. Daar gaan we. Oh, ik zie hem al! Oh! Het is gewoon kunstwerk. Ik durf het bijna niet aan te raken. Altijd met een nieuwe telefoon ziet het er zo mooi uit. Wil je het gewoon niet aanraken. Wil er zo voorzichtig mee zijn. De drie camera's ook, zoals je ziet. Het is nog wel even wennen, maar het ziet er wel mooi uit hoor. Oké, ik ga hem er super voorzichtig uithalen. Oh, ik kan natuurlijk hier aan trekken. Oh my god. Ja, van de voorkant ziet hij er eigenlijk gewoon uit als de telefoon die ik nu heb. Want ik heb nu dus de iPhone 10. Mocht je nu afvragen wat daarmee gaat gebeuren. Want die vraag krijg ik altijd als ik een nieuwe telefoon heb. Ik ga mijn iPhone 10 verkopen. Ik weet nog niet waar en voor hoeveel. Dus als je misschien interesse hebt om mijn iPhone 10 te kopen. Volg me dan even op Instagram. Ik heet daar op Pocono. En hou even goed mijn Instagram story in de gaten. Want ik zou daar dan wel een linkje delen van waar ik het verkoop. Of misschien verkoop ik het wel gewoon via mijn Instagram story. Dus hou dat in de gaten. Maar oké, nu is het dus tijd voor het nog magischere moment. En dat is dit plasticje. Oké, ik ga dat in doodse stilte doen, jongens. Oeh. Oh, op de achterkant zit geen plasticje. Ik dacht van wel. Jeetje, wat heerlijk. Oh, die achterkant. Ik vind die achterkant zo mooi. Daar draait het natuurlijk ook wel een beetje om, want de voorkant kenden we eigenlijk al. Nou, en dan staat er hier Designed by Apple in California. En als je zelf een iPhone hebt, dan herken je dit misschien al wel. Het ziet er eigenlijk een beetje hetzelfde uit bij elke telefoon. En dan daaronder zitten de oortjes. En als je dit nu zo ziet, denk je misschien van, oh my god, krijg je er AirPods bij? Maar nee, het zijn gewoon oortjes met een draadje. Alleen zitten die helemaal verstopt in het doosje. Dus ja, het lijkt altijd even zo, maar het is niet zo. Ik vind trouwens deze oortjes echt helemaal niet fijn. Ik ben wel benieuwd wat jullie van de Apple oortjes vinden. Ik krijg altijd zo ontzettend veel pijn in mijn oor als ik deze oortjes gebruik. Of als ik andere harde oortjes gebruik. Ik moet echt van die zachte oortjes hebben, want anders krijg ik echt gewoon enorm veel pijn. En wat nu dus wel leuk is, ze hebben nu de AirPods Pro. En dat zijn dus eigenlijk AirPods, maar dan de Pro versie. En dat zijn dus zachte oortjes. Dus ik ben daar wel echt super benieuwd naar. Maar de oortjes dus. En dan, oh! Oh my god, deze oplader is helemaal anders. Oh, hij is veel dikker geworden. Maar waarom? Oh, wacht. Ik snap het. Het is nu een USB-C poort dat hierin zit. Normaal zit een normale USB ingang, maar nu is het dus USB-C. En dat is dus ietsje kleiner, zoals je ziet. En dan zit er ook een oplaadkabeltje bij. Ja, dat dus ook een USB-C kabel is. Dat is dus ook nieuw. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. En dan is het doosje alweer leeg. Maar in dit pakketje zitten ook nog allemaal leuke dingen. Dus dat moet je er zeker even uithalen. Want je ziet hier bonjour. Maar aan de achterkant zitten dus Apple stickers. Niet iedereen weet dat. Maar die zitten er dus. En nou, het is wel leuk om te weten. En ja, wat er verder in zit. Informatie van hoe je hem aanzet. Hoe je hem gebruikt. Nou, dat weet je natuurlijk allemaal al. En dit pinnetje zit erin. Waarmee je dus de opening van de simkaart kan openmaken. Is ook wel handig. Want moet wel een simkaart in je telefoon. Anders dan kun je niet meer bellen. En daar draait de telefoon natuurlijk om. Ook al, ik bel eigenlijk nooit. Bellen jullie vaak? Ik bel echt
Echt bijna nooit? Nee, ik bel echt heel weinig. Maar goed, het is altijd handig om toch wel te kunnen bellen. Ik denk dat ik hem maar gewoon even moet aanzetten. Ja hoor, daar is hij, het Apple logo. Oh, ik heb er nu al vieze vingers op gezet. Vreselijk. Er staat nu hello. Dus dan doe ik even zo swipe to open. En dan kan ik hier mijn taal instellen. Ik doe altijd mijn telefoon in het Engels. Ik weet niet waarom, maar heb ik eigenlijk altijd gehad. En ik vind het eigenlijk, ja, mooier of zo. Ik weet niet wat dat is. Oké, ik ga hem nu eventjes helemaal instellen. En dan kom ik zo nog even bij jullie terug. Oké, mijn telefoon is helemaal ingesteld. Inmiddels zit er ook een hoesje omheen. Gewoon een transparant hoesje. En het leek me wel leuk om nog even een korte What's on my iPhone erbij te doen. Want ik krijg altijd best wel veel vragen naar die video. En nou, ik heb nu toch mijn nieuwe telefoon unboxed. Ik heb mijn apps allemaal weer een beetje geordend. En alles staat weer netjes. Dus het perfecte moment eigenlijk om de apps op mijn telefoon te laten zien. Dus laten we een kijkje gaan nemen in mijn nieuwe telefoon. Nou, welkom op mijn lockscreen. Jullie zien nu hier mijn scherm. En ik heb nu deze foto als achtergrond. Ik vond het wel leuk. Ik heb hem niet zelf gemaakt, maar online gevonden. En dan swipe ik omhoog en dan zijn we op mijn homescreen. Nou, wat we hier zien zijn eigenlijk best wel veel standaard apps. Je ziet alle standaard apps bovenaan staan. En dan is er hier een mapje en dat heet Other. Dus in het Nederlands andere. En hier zijn wat apps die ik af en toe wel gebruik, maar niet heel veel. En ik wil niet dat ze allemaal los op mijn telefoon staan, dus ik heb ze even in een mapje gestopt. Nou ja, weer best wel wat standaard apps. De Watch app, nou die is voor mijn Apple Watch. YouTube natuurlijk, kan niet ontbreken. En dan op de volgende pagina weer wat standaard apps. En ook de Clue app. Daar heb ik al wel eens eerder over verteld in een video. En dat is een app om je menstruatie bij te houden. Gebruik ik echt al super lang. De Activity app. Nou, dat hoort bij mijn Apple Watch. Dan kan ik zien hoeveel ik heb bewogen. Hoeveel ik heb gesport. Hoeveel calorieën ik heb verbrand. Dat eigenlijk. Apple Music gebruik ik niet echt. Nou, verder staat er eigenlijk niet zoveel interessants. Dan komen we weer bij heel wat standaard apps die al op de iPhone staan. En dan hebben we een mapje met social. Nou, en dat zijn mijn sociale netwerk apps. Twitter, Facebook, WhatsApp, Gmail, Instagram natuurlijk. En je kan me natuurlijk zeker even volgen op Instagram. Ik heet gewoon Bokado. Heb ik eerder in de video ook al verteld. Maar ja, nu heb je mijn profiel een beetje gezien. Dus stuur me even een foto in een privéberichtje op Instagram dat je nu deze video aan het kijken bent. En misschien ga ik je dan wel terugvolgen. Ik vind het altijd wel leuk om te zien wie mijn video's kijkt. En om ook een paar van jullie te volgen. Dus doe dat zeker. Nou, we nog wat andere apps die ik gebruik. LinkedIn, Pinterest, Snapchat. Eigenlijk het meeste wat ik hiervan gebruik is Facebook, WhatsApp en Instagram. Standaard apps hebben we nog YouTube Studio. Bankieren apps, Google Maps en dan hebben we hier een mapje dat heet Shopping. En hier staan een aantal apps van mijn favoriete webshops waar ik de meeste kleding altijd koop. Misguided, nou ik koop eigenlijk niet heel veel, maar het is wel altijd hele leuke kleding. Bershka, Zalando, Pull&Bear, Urban Outfitters en ASOS. Dat zijn eigenlijk de winkels waar ik het meeste mijn kleding koop. En dan onderaan zie je nog United Wardrobe en Vinted. Dat zijn twee apps om je oude kleding op te verkopen, wat ik ook regelmatig doe. En heel soms koop ik wat op United Wardrobe, maar ik gebruik het meer om te verkopen. Dan hebben we TikTok. En ja, je kan me natuurlijk ook volgen op TikTok. Ik ben daar best wel actief op. Zoals je ziet, ik maak best wel veel filmpjes. Dus als je me wilt volgen, zoek even op Bokado en dan vind je me gegarandeerd wel. Dan hebben we de U-app. Dat is voor mijn lampen. Dan hebben we Visco. En een oep, en een oep, en een oep. Vreselijk dat. Trouwens, dat kss of zo. Ik kan dat niet. Sommigen kunnen het echt super snel, maar ik kan het. Ik kan het gewoon niet sneller. Nou, ik ben dus geen Visco girl. Maar Visco, dat is dus een app om je foto's mee te bewerken. Ik gebruik het echt al jaren. Ik denk wel 5 jaar of zo. En van die app komt dus ook de term Visco girl. Maar ja, super fijne apps om foto's mee te bewerken. Ik gebruik eigenlijk alleen deze app om foto's te bewerken voor Instagram. Dus zeker een aanrader. Je ziet ook al wat super leuke foto's met lieve fans. Echt super leuk vind ik ze. Gaan we naar de volgende pagina. En nou, daarbovenaan staat een mapje foto en video met allemaal fotobewerk apps, videobewerk apps. Waarvan ik eigenlijk nooit echt wat gebruik. Het staat allemaal wel in het mapje, maar zoals ik al zei, ik gebruik eigenlijk alleen Visco. Want ja, sommigen gebruiken echt 5 verschillende apps voor 1 foto. Nou ja, ik vind dat te veel gedoe. Ik vind gewoon 1 leuk filtertje helemaal prima. Maar goed, mapje met games. Ik speel eigenlijk ook nooit games. Ja, dit heb ik op mijn telefoon, maar ik heb het volgens mij allemaal al een jaar niet geopend. Dus ja, doe ik ook niet zoveel mee. Dan hebben we een entertainment mapje. Netflix, nou dat gebruik ik wel heel veel. Disney Plus, ook super leuk. Sonos voor muziek. Ziggo Go om tv-programma's te kijken. Dan de Productivity app. En ja, hierin staan wat apps die ik gebruik voor werk of voor betalingen. En je ziet ook een mapje Dropbox en Files. Dat gebruik ik om bijvoorbeeld een foto zowel op mijn telefoon als op mijn computer bijvoorbeeld te hebben. Dan de Travel app. Nou, Uber, dat is een taxi. 9292 voor het openbaar vervoer. KLM voor vliegen. Felix voor scooterrijden in Rotterdam en Amsterdam en Den Haag. Heb je namelijk van die
shared scooters. Dus die kan je met andere mensen delen. En ja, dan kan je dus gewoon op een scooter rondrijden. Super leuk. Je moet wel een rijbewijs hebben. Dus ja, niet iedereen kan het zomaar. Dan een mapje met Insta Story. En dat zijn apps waarmee je dan leuke Instagram stories kan maken. Ik gebruik eigenlijk alleen Unfold. Die andere heb ik volgens mij überhaupt nog nooit geopend. Maar ja, met Unfold kan je dus dit soort leuke dingetjes maken voor in je Instagram story. Nou, dan zie je hier nog een heleboel andere apps staan. Eigenlijk gebruik ik de apps die hier staan niet heel vaak, eigenlijk alleen maar soms. En als je een vraag hebt over een bepaalde app, wat het is of iets anders, laat het vooral weten. Want om dan bij alle apps te gaan vertellen wat het is, ja, ben ik wel weer heel lang bezig. Maar goed, gaan we even naar de volgende pagina. Ook weer wat apps. Sommige gebruik ik wat vaker dan de andere. Ik heb nu bijvoorbeeld Stickermaker. En dat is op zich wel een leuke app, want daarmee kan je je eigen stickers maken die je dan kan versturen in WhatsApp. En zoals je hier ziet, heb ik er zelf ook een paar gemaakt. Bijvoorbeeld van Gin. Je neemt dan gewoon een foto en dan moet je gewoon het gedeelte uitknippen waar je een sticker van wil hebben. En dan kan je hem onderaan bij WhatsApp toevoegen en dan heb je je eigen stickers. Dus dat is wel leuk. Ja, Google Home Assistant 7. Dat is een app met workouts. Ik vind het wel een hele fijne app om gewoon snelle en effectieve workouts thuis te doen. Want ik ga eigenlijk nooit naar de sportschool, dus doe ik het thuis. Google Earth. Hieronder staat nog een app die heet NeoCap. Dat is een game die ik heb gedownload, maar nog niet heb gespeeld. Nou, het zal wel. Ik weet dus niet of het leuk is. Oh ja, en dan helemaal onderaan natuurlijk nog in die balk. Ja, gewoon de telefoon-app. De Find My Friends app heet het. Het gewone internet en Spotify. Want ik gebruik Spotify en geen Apple Music. Want Spotify vind ik eigenlijk fijner. En dan heb ik alweer zo'n alles wel een beetje laten zien. Nou, zoals ik al zei, als je een app hebt gezien en ik heb niet verteld wat het is, laat dan gewoon even een reactie achter en dan probeer ik daarop te reageren. En kan ik je er wat meer over vertellen. En niks was trouwens gesponsord hiervan. Alle apps die ik heb laten zien, dat zijn gewoon de dingen die ik altijd zelf gebruik en die mijn favoriet zijn. En ik hoop dat je deze video leuk vond. En als je dat vond, doe even een duimpje omhoog. En vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En wil je nou nog een video van mij bekijken? Klik dan nu hier naast mij. En als je nog niet bent geabonneerd, klik dan nu snel eventjes op mijn foto hieronder om dat te doen. En dan hoop ik jullie heel snel weer te zien bij een nieuwe video. Doei doei!